Ja, ik sta hier in Waddinxveen voor het huis van Sander Pad. En Sander Pad kennen jullie misschien wel. Hij is namelijk vlogger. Hij heeft ook meegedaan met het programma Net Even Anders. En voor de derde jaar op rij is hij jurylid van de Special Media Awards. Misschien hebben jullie het al gehoord en misschien ook niet. Maar de Media Awards gaan gewoon door. In dit jaar, in 2020, in november. En daar ga ik eens even over kletsen met Sander. Hey! Hey Sander! Nou, we gaan eens even die mensen oproepen om mee te doen aan de Special Media Awards, ja, hè? Goed. We gaan even buiten een mooi plekje vinden, want het is zo mooi weer, dus daar gaan we gewoon doen. Ja, gaan we zeker doen. Hey, Sander. Vond jij het voor? Ja, ik vond het een geweldig Special Media Award. Was leuk, hè? Ja. Was een groot feest. Ja, dat was zeker, ja. Ja. Kletsen, foto's maken aan het einde. Ja, dat was wel leuk. Was leuk. Ja. Hey, en toen waren we natuurlijk in Hilversum, in een grote zaal van Beeld en Geluid. Klopt. Maar dat gaat niet lukken, hè, dit jaar? Nee, helaas niet. Nee. Wel jammer. Ja. Ja. Maar we gaan het wel doen. Dat wel, ja. Op een andere manier. Ja. Want het moet natuurlijk voor iedereen veilig zijn. Want met dat het, zeker, ja. Coronavirus, hè, wij staan ook al netjes op afstand. Ja. Gaan we het toch doen. En weet jij uit je hoofd wanneer? 10 november. 10 november. Ja. 10 november in de avond. En dan wordt het uitgezonden. Dus dan hebben we toch weer online een uitreiking van de awards. Dus dat is super fijn. Dat, dat is toch. We moeten natuurlijk de mensen weer even oproepen en dat ze weer zin erin hebben. Hè? Want ze kunnen gewoon weer inzenden. Dus. Dat zeker. Weer. En weet je ook nog wanneer ze kunnen inzenden? 1 september. Vanaf 1 september, hè? Ja. En we hebben een hele maand de tijd. Jullie hebben een hele maand de tijd om in te zenden tot 1 oktober. En dan gaat de jury, en daar zit jij in. Ja, hè? Ik ben een van de jury. Ja, ik ben een van de juryleden. Die gaat weer kijken naar al die inzendingen. Ja. Waar ga jij nou op letten dit jaar? Beeldkwaliteit. Geluid natuurlijk, belangrijk. En hoe lang de video's denk ik duurt. De website staat alles op. Ja, heel veel dingen. Ja. Heel veel dingen. Dus dan kan je aanmeldformulier, de categorieën waar je in kan zenden. Want dan heb je natuurlijk weer je beste YouTuber, beste vlogger. Instagrammer. Instagrammer. Inzenden op 1 september. Kijk ook op de website.